Rutty, in de voorbereiding op een nieuw seizoen raakte je geblesseerd en nu sta je hier met de 3 punten tegen AZ. Hoe voelt dat? Fijn, heerlijk. Fijn om weer terug op het veld te zijn. Ik heb wat aantal wedstrijden bij tweede gespeeld. 4 of zo. Of 5. En die gingen goed. Redelijk tot goed. En helaas een klote blessure van onze goede vriend Jansen. Ja, Jan Hoor Jansen. Ja, dan kom ik erin. En ik had het liever niet zo gewild. Maar ja, helaas. Was je echt klaar voor die 90 minuten? Ja, weet je, vorig jaar kwam ik ook in de winterstop. Had ik ook een achterstand. Maar goed, ze noemen me opa. Omdat ik alles op routine doe en op slimmigheid en zo. Dus ik wist gewoon dat ik de 90 minuten zou volhouden. Dus ik kies mijn momenten uit wanneer ik diep moet gaan. Of wanneer ik dat moet doen of dat moet gaan doen. Of kort dekken of niet kort dekken. Ik ga niet domme dingen doen. Want dan kan je me oprapen in de 45 minuten. Je hoort ook aan mijn stem, ik coach heel veel, dus maakt het ook makkelijker voor mij en voor de medespelers. Dus ik had wacht dat ik 9 minuten zou vallen. De trainer niet, die vroeg aan de 25 minuten kan je, maar ik had het volgehouden. Eerst zelf was heel open, 2-1. Ja. Hoe heb je naar die eerst zelf gekeken? Het was een open wedstrijd, zoals je zegt. We komen heel snel op achterstand, onnodig. Maar goed, we pakken daarna goed op. Volgens mij is de goal afgekeurd, want het was geen buitenspel. En daardoor raakte hij ook een beetje, die hadden een beetje moeite met het spel. We gingen goed druk zetten. We sloten ook goed aan. Daarna maak je terecht de 1-1 en de 2-1. Wat gebeurde bij die penalty? Volgens mij werd Jay getrapt. En uit de emotie doet hij hem. En daar geeft hij een penalty voor. Terwijl ik eigenlijk vind dat hij 1-2 had nog niet gezien, de scheids. Hij hoort gewoon iemand schreeuwen en dan gaat hij daar op appel. Maar goed, dat is ook een leermoment voor Jay. Dat moet hij niet doen. Maar hij is jong en we zijn tevreden over hem. Dus dat is wel een leermoment voor hem dat hij moet afleren. Tweede helft eigenlijk niet meer in de problemen geweest? Nee, helemaal niet zelf eigenlijk. Wat zo goed gewoon zit. We hebben ook een rust gezegd van eerst 20 moeten we even doorkomen, eerst kwartier. En we hadden ook geen moeite de eerste kwartier. We deden het goed. Aan die laatste 5-10 minuten of zo geen ze lange ballen spelen, 1-op-1 spelen. En daardoor kregen we ook meer ruimte eigenlijk. Eigenlijk moet je dan uitbouwen naar 3-1, 4-1 eigenlijk. Maar dat werd niet gedaan. Dus we werd even billen knijpen. Maar goed, je wint en dat is belangrijk. Ik kan me voorstellen dat het afgelopen half jaar niet altijd makkelijk was. Ben je toe aan de winststop? Ja en nee. Ik wil graag winst op, maar aan de andere kant denk ik ook van voor de jongens. Ja, die hebben een zware seizoen achter de rug. Maar ik begin nu pas, mijn seizoen begint nu pas eigenlijk. Maar goed, ik wil ook graag ook wat fitter terugkomen in de winst op. Mijn enkel wat sterker maken, fitter worden. Dus voor mijn personal trainer ga ik aan de gang. Hoe kan je dit team versterken? Ikke. Oh. Ja. Zoals ik al zeg, zo noemen we je niet opa. Dus met mijn routine en met mijn coaching aan het neerzetten. Jonge gasten helpen. Denk ik dan dat ik een belangrijke kracht ben voor het elftal. Maar goed, ze hebben het ook gedaan zonder mij. Dus ik ben ook trots op de jongens. Dus we hebben genoeg spelers waar je op kan bouwen. Dus. Maar ik ben ook een van de spelers, denk ik.